Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 14 februari. Vrij om positief te denken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 23, vers 7. Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. Dit Bijbelvers laat ons zien hoe belangrijk het is om gezonde, positieve gedachten over onszelf te hebben. Je kunt niet van het leven houden als je alsmaar negatieve gedachten koestert. Als je hier moeite mee hebt, moedig ik je aan om een besluit te nemen en aan de slag te gaan om jouw manier van denken te veranderen. Ik heb ondervonden dat de beste manier om een positieve denker te worden is door God om veel hulp te vragen en er vaak om te vragen. Het moeilijkste gedeelte om vrij te komen van negativiteit is toegeven dat het een probleem is en dat je Gods hulp hiervoor kunt vragen. En zodra je dit gaat doen, zul je het ook kunnen overwinnen, omdat je volgens de Bijbel een nieuw persoon bent in Christus. Zie ook 2 Korintiërs 5, vers 17. Veel mensen zijn bang om te hopen, omdat ze zo vaak gekwetst zijn in hun leven. Hun motto is, als ik niet verwacht dat er iets goeds gebeurt, dan ben ik niet teleurgesteld als het niet gebeurt. Zo dacht ik ook. Ik had zoveel teleurstellingen te verwerken dat ik bang was om positief te zijn. Toen ik de Bijbel begon te bestuderen en God ging vertrouwen om mij te herstellen, realiseerde ik me dat de negatieve gedachten moesten wijken. Het is nodig om in elke situatie positieve gedachten te praktiseren. Als je door moeilijke tijden gaat, verwacht dan dat God het goede eruit zal laten voorkomen. Het wordt tijd dat je als christen de strijd aangaat met je gedachten, omdat je denken niet automatisch overeenkomstig zijn met de plannen van God. Ik moedig je aan om tijd te nemen om zijn woord te bestuderen en het te vergelijken met je gedachtenleven. Geef God tijd om jouw gedachten in lijn met hem te brengen. Hij liet mij zien hoe ik een positieve mens kon worden en hij zal jou ook willen laten zien hoe je dat kan worden. Voel je vrij om met mij mee te bidden. Heere God, ik geef toe dat ik worstel met negatieve gedachten en dat ik uw hulp nodig heb. Laten mijn gedachten overeenkomstig zijn met uw woord. En in welke situatie dan ook, herinner me dat u dingen voor mij wilt uitwerken ten goede. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.